Goedenavond. Een tragedie, zo omschrijft de burgemeester van Steccato di Cutro de schipbreuk voor de kust van zijn dorp. Vanmorgen spoelde daar aan de Zuid-Italiaanse kust tientallen lichamen aan, daarbij ook een baby van een paar maanden oud. Het waren mensen die op een vissersboot zaten die een paar dagen geleden was vertrokken in Izmir in Turkije. In de loop van de dag zou die boot dus aankomen in Steccato di Cutro. De mensen aan boord waren onderweg naar Europa om hier asiel aan te vragen. Al zeker 59 mensen hebben die reis niet overleefd. Tientallen lichamen van migranten spoelden vanmorgen aan op het strand. De reddingsdiensten zoeken nog verder naar slachtoffers op zee. Maar dat wordt bemoeilijkt door de hoge golven. Omwonenden reageren geschokt. Ze hebben ook twee cadaveri. Nella spiaggia dove c'è la mia parrocchia. Li ho benedetti, però mentre li benedicevo, dicevo a me stesso: ma come mai arriviamo sempre dopo la morte? Dobbiamo arrivare prima che arrivi la morte. De kustwacht zette extra patrouilleboten en een helikopter in om de zoekactie uit te breiden. De migranten zaten met zo'n 150 mensen op een veel te kleine houten vissersboot die door het ruwe weer op een rots was geslagen. Het was verschrikkelijk slecht weer en het was ook nacht. Zo'n 80 opvarenden konden al zwemmend de kust bereiken. Die werden er ter plekke opgevangen door de hulpdiensten. De meeste werden nadien met bussen afgevoerd naar een opvangcentrum. 22 onder hen moesten naar het ziekenhuis. Maar vele anderen zijn verdronken. Nu al zijn zeker 60 lichamen gevonden. Een carabiniere ha estratto dall'acqua il corpo di una bimba di 2 anni a Steccato di Cutro. Maar de hulpdiensten vrezen dat er nog veel meer slachtoffers op zee zullen moeten geborgen worden. Elk jaar sterven migranten en vluchtelingen op de Middellandse Zee. In 2021 ging het om bijna 2000 mensen. De Middellandse Zee is een binnenzee zonder veel getijden, maar dan nog kan die levensgevaarlijk zijn. Het weer kan er snel omslaan. Professionele zeelui kennen die gevaren en weten hoe ze ermee om moeten gaan. Maar mensensmokkelaars vaak niet. Je hebt daar toch wel geografische situaties. Bergketens die vrij dicht bij de kust zijn, waardoor er microklimaten ontstaan. En die microklimaten kunnen ervoor zorgen dat het weer heel snel omslaat. Drenkelingen kennen of hebben die kennis niet en komen dan in zeer gevaarlijke situaties waar helaas hetgeen dat de voorbije dagen gebeurd is, zich verschillende keren herhaalt en helaas nog zal herhalen. De uitbater van een superette in Houthale Helchteren die vrijdagnacht een indringer heeft neergestoken, moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. De indringer was een dertiger uit Lummen. Rond 1:30 s'nachts brak hij in en ging naar de bovenverdieping van de winkel. De uitbater zegt dat hij op dat moment nog met zijn boekhouding bezig was. Het kwam tot een confrontatie tussen beide mannen, daarbij zijn mes gebruikt. De inbreker is ter plaatse overleden. Er was op het moment van de feiten nog één medewerker aanwezig. Zijn verklaringen kunnen, samen met de camerabeelden, mogelijk aantonen of er sprake is van wettige zelfverdediging. Maar daar is het nu nog te vroeg voor, zegt zijn advocaat. Wel, mijn cliënt is uiteraard vooral onder de indruk van de feiten. Ik heb hem deze ochtend nog gezien in de gevangenis. Hij is onder de indruk van alles wat er gebeurd is. Denkt veel na, denkt na over wat er gebeurd is, over de toekomst, over de winkel. Want het is natuurlijk een supermarkt ook, met personeel. Hij heeft veel zorgen op dit ogenblik. Maar is wel vastberaden om mee te blijven werken aan het gerechtelijk onderzoek. En is ook ervan overtuigd dat uiteindelijk de waarheid wel bovenkomt. Aan zee hebben ze tijdens de krokusvakantie 20% minder toeristen gezien dan vorig jaar. Maar omdat de gezinnen met kinderen in het Franstalige onderwijs nog een week vakantie hebben, zal de balans wellicht meevallen. Of de paasvakantie een succes zal zijn, weten we pas in de maand mei, want die vakantie begint voor Franstalig België pas op het einde van de maand april. Voor Westtoer, het West-Vlaamse toerismebedrijf, biedt dat mogelijkheden, omdat je op die manier de drukte kan spreiden. Natuurlijk, het is anders werken. Als we kijken naar Westtoer, dan moeten we zorgen dat onze communicatie afgestemd is op die verschillende vakanties bij de Franstalige Belgen, maar ook in het buitenland. Dus de periodes worden ruimer. Als we kijken naar de ondernemers, de toeristische ondernemers, dan moeten zij zorgen dat ze voldoende personeel hebben voor al die verschillende opeenvolgende vakanties. Dat is het grote voordeel, dat je als toerist eigenlijk nog beter gesoigneerd wordt, laat het mij zo zeggen, omdat men meer tijd heeft, omdat de spreiding beter is. Dus ik zou zeggen, het kan enkel maar positief zijn.
Het openingsweekend van het wielerseizoen op de weg is een zegetocht geworden voor team Jumbo-Visma. Na de winst van Dylan van Baarle in de Omloop het Nieuwsblad pakte onze landgenoot Thies Benoot vandaag de zege in Kuurne, Brussel-Kuurne. Net als gisteren dreigt het gele gevaar. Jumbo-Visma neemt alweer de wedstrijd resoluut in handen. Even rijden ze zelfs met z'n drieën weg met daarbij een alerte Thies Benoot. Voor Arnaud Delis, de nummer 2 van gisteren, gaat het ruim snel genoeg om een jasje uit te doen. Ook Tim Wellens bevestigt zijn goede benen. Als hij vertrekt op de Kruisberg, begint voor de meesten de Calvari-tocht. Er vormt zich een kopgroep van 5. Wellens, Mohoric, Taco van der Hoorn en 2 Jumbo-Visma's, Van Hooijdonk en Benoot. Omdat enkel Lotto Destiny en Soudal Quickstep willen werken, komt de achtervolgende groep geen meter dichterbij richting Kuurne. De 5 vooraan lijken het uit te maken in een sprint, maar dan verrast Benoot met een aanval in de laatste kilometer. En net als gisteren gaat de zege naar Jumbo-Visma. Benoot is binnen. Benoot wint. Kuurne, Brussel, Kuurne. En Van Hooijdonk gaat nog tweede worden. 1 en 2, alsjeblieft. Na een half jaar blessureleed is de zege meer dan welkom voor Benoot. Ik wil die overwinning opdragen aan Fien, mijn vriendin en onze dochterke. En ook aan mijn ouders. Die waren erbij in Livigno. En de week nadien was ik niet altijd de meest aangename persoon in huis, denk ik. De werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen zijn volop bezig. Het einde is voorzien voor 2030, maar vandaag kon, wie dat wilde, al een rondleiding krijgen op de werf. Daar werd vandaag voor de gelegenheid een werfsafari georganiseerd. En die was in geen tijd uitverkocht. Vooral buurtbewoners wilden een blik achter de schermen. En die hebben ze gekregen. U ook, maar dan moet u wel kijken naar het Journaal van 7. Tot zo.